Dames en heren, een hele goede avond. Galgenwaard goed gevuld voor FC Utrecht tegen Fortuna Sittard. Utrecht nummer 7 van de Eredivisie met 41 punten uit 28 wedstrijden. Fortuna knokt tegen degradatie. Hij heeft er 22 uit 27 wedstrijden. Daar is Utrechter Sjors Ulte. Werkte nog samen met Ricky Kruis bij Utrecht onder 16. Een aantal jaar geleden. We kennen elkaar goed. Utrecht heeft überhaupt geen geheimen voor Ulte, de coaches van de Limburgers. Rick Kruis, de interim trainer, die begon met een gelijkspel. En nu op zoek gaat naar zijn eerste overwinning als eindverantwoordelijke. Dat doet hij met hetzelfde elftal als vorige week in Waalwijk. Geen wijzigingen doorgevoerd. Gustafsson is een van de winnaars. Van het aanstellen van Kruis, want hij heeft zijn basisplaats terug. Timber en Maher zijn de controleurs. We zijn inmiddels bij het middenveld aangekomen. Ramselaar, Gustafsson en Boussaïd voor de creativiteit. En Doevikas, de diepe spits. Veerman ontbreekt uiteraard nog altijd met een blessure. Fortuna dus. Met één wijziging. Van Maher richting de tweede paal waar Van der Hoorn eronder doorgaat. Timber. Van der Kust. Het is een meter of 30 toch wel. Dus ook geen problemen voor Van Os. Ramselaar staat ineens helemaal vrij. Hè? Die kan hem af gaan drukken. Dat doet hij. Doeltreffend. 9e van Ramselaar van dit seizoen. Snelle goal voor Utrecht. Het is 1-0. Ja, zo roept Fortuna eigenlijk vanaf de eerste minuten de problemen wel een beetje over zich af. Het begint met een inworp. De proef van Ulte is open over Van Omaro. Simpel kopballetje. Niemand die eigenlijk vanuit het centrum doordekt. Dan kan Ramselaar afdrukken. Toch niet een onhoudbare bal lijkt. Maar dat wel blijkt te zijn. Over de hand van Van Os gestuiterd. Je zou zeggen, je had er toen al meer kunnen doen. Maar het is 1-0 voor FC Utrecht. Noslin. Van de Kust voor zich. Noslin, goede kapbeweging. Daarmee is die linksback van Utrecht kwijt. Van der Marel of Seuntjes als laatste. Blijkbaar Seuntjes, want het is een doeltrap. Doevikas. Ramselaar. Boussaïd maakt het wat breder. Van der Marel loopt het eigenlijk een beetje dicht. Desondanks komt Boussaïd toch tot een schot. Utrecht speelt zeker niet de pannen van het dak. Maar heeft deze wedstrijd eigenlijk wel vrij eenvoudig onder controle gekregen na die snelle goal. Oh, dat is een lelijke botsing. Auw, Rienstra en Boussaïd. Gelijk paniek, gelijk ook de verzorgers erbij. Want het was een hele lelijke clash waar ze allebei niets aan konden doen. Waarbij de derde man in dit duel misschien wel de aanzichter is van deze botsing. Met Boussaïd gaat het wel weer. Van Rienstra houdt het echt op. Dat levert Fortuna een extra wissel op. Een hoofdblessure te maken heeft. Dan mag je dan een keer extra wisselen. Vijf wissels blijven dus staan als Teki binnen de lijnen komt. En Fortuna weer compleet is. Zo. Van Dijk. Meldt zich. Met een gele kaart. Is met een linker tackle van Duarte. Speelt uiteindelijk de bal, maar zet hem hoog in. Valt ervoor te zeggen, hij is woest. Jansen de lucht in en krijgt ook zijn hoofd wel tegen de bal. Knikt hem over de goal van Os. Maar kijk naar de reactie van Jansen. Dat verraadt toch wel dat dit een echte kans was.
als hij gewoon beter timed dan Anga. Maar de bal niet genoeg naar beneden krijgt. Ramselaar. Gustafsson ineens een overtalsituatie voor Utrecht. 5-4. Hoe spelen ze dat uit? Boussaïd, Doufikas, klein tikje. En dan afdrukken. Ja, wie gaat dat doen? Uiteindelijk Timber. En zo valt het voor Utrecht in die counter. Net niet goed. Niet de eerste keer dat het middenveld van Fortuna helemaal open komt te liggen. En Utrecht lijkt dat allemaal goed uit te spelen. Maar dan ja, Timber en Ramselaar die elkaar even aankijken. En in die tijd had Fortuna voldoende om het te repareren. Noslin. Komt Teerpan. Voorzet van Teerpan is goed. En de Keizer met de twijfel. Dan valt hij voor de voeten van Duarte. En die kan dan vrij uithalen, maar produceert een lastwaaier. Beetje tamme bedoeling ook in de Galgenwaard. De sfeer van een familieverjaardag die niet echt wil opschieten. Ramselaar. Terugleggen. Timber, lichaamsschijnbeweging. En dan rost hij hem naast. En hoewel Utrecht dus niet goed speelt, liet er zich eens in de zoveel tijd altijd wel weer een kans aan. Hier bij elkaar gevoetbald door Ramselaar en Quinten Timber. Dekkie. Zo aardig gespeeld door Fleming. Zoontje staat niet op te letten. Raakt hem kwijt aan Doufikas. Dan kan naar Utrecht nog een keer met Quinten Timber. Gustafsson. Boussaïd terugleggen, want daar staat Timber helemaal vrij. Ramselaar en Van Os met de reflex en de redding. Utrecht net even wat scherper is. Dan neemt het gemakkelijk afstand van Fortuna. Intelligente bal was dat van Boussaïd. Maier. Timber. Nieuwe voorzet van Maher, lastige kopbal. Maar ja, die zon, die laatste zonnestralen scheiden nog in het gezicht van Os. Dus kan hij geen risico nemen. Volgende corner. Duarte. Duarte richting Fleming, vertrokken vanaf de eigen helft, dus kan hij door. Fleming oog in oog met de Keizer. Fleming en een geweldige redding. Daarna nog Seuntjes en weer de Keizer. Komt er nog een derde kans? Die komt er. En dan vanaf de doellijn van de kust ineens kansen voor Fortuna Sittard. Geweldig keeperswerk van de Keizer. Maar daar was de eerste echte waarschuwing van Fortuna. Dat nauwelijks iets bij elkaar voetbalde in de eerste drie kwartier. Maar Utrecht kan dit niet te laconiek gaan opvatten. Ons gebeurde hetzelfde als vorige week in Waalwijk. Geen buitenspel. Oog in oog uitstellen. Maar maakt zich zo breed mogelijk. Eén keer en daarna nog een keer. Op de inzet van Seuntjes. En dan is hij altijd nog op de doellijn. Van de kust. Cox. Timber. De bal mee. Timber nog altijd. Voorzet van Timber. Doufikas met een enorme mogelijkheid. Ja, hij moet wel snel reageren, want die bal werd nog getoucheerd. Maar valt wel lekker hoor voor zijn linker. Seuntjes, goede bal van Seuntjes. Fleming. Duarte. Moet terug even onder druk. Dekkie. Oh, de Keizer laat zich verrassen. En de rebound gaat er dan uiteindelijk in twee instanties. Utrecht laat zich dus verrassen. Fleming, weer hij. Zoveel belangrijke goals gemaakt al voor Fortuna. In gesprek met de supporters vorige week na de nederlaag tegen Heracles. Dat was zeker geen fijn gesprek toen. Maar nu is hij belangrijk voor de ploeg van Ulte. 1-1 na een uur voetbal. Gustafsson, als Utrecht weer probeert de wedstrijd in handen te krijgen. Maar hier de lucht in
En dan zit die keeper van Fortuna helemaal mis van ons. Maar verzuimt Bouzaïdi er 2-1 van te maken. Wat een kans. Mahi maakt zijn tegenstander lastig. En Bouzaïdi heeft hem eigenlijk voor het binnenlopen. Gaat hier, Semedo. Weer een voorzet. Weer het moeizame uitverdedigen van Utrecht. Cox. Schitterende goal maakt in de eerste wedstrijd tussen deze twee ploegen. Seuntjes kan het natuurlijk ook van afstand. Bal aangeraakt. Weer de rebound weggegeven. Maar dit keer niet met fatale gevolgen. Teki verder dan Gustafsson. Fortuna weer. Tussenkomst van Maher. Maar die loopt zich dan ook weer vast. En is hem kwijt aan Semedo. Fleming. Fleming! In de korte hoek. Zwakke tweede helft van FC Utrecht. En dan te bedenken dat de eerste helft al niet best was. Maar nu leidt het toch tot forse fluitconcerten. Apathisch optreden in deze fase. Van de thuisploeg. Van der Marel. Silvas. Dan even de voet mee van Van der Streek. En dan is het hopen dat die bal nog een keer goed valt voor Utrecht. Met Jansen en Van der Hoorn daar als koppers voorin te vinden. Dan valt hij nog een keer gunstig. Nee, gaat er niet in. Gaat er wel in. Gaat er wel in. Van der Marel. Een enorme ontlading in Utrecht. Woest zijn ze bij Fortuna. Maar alles in de aandacht naar deze goal van der Marel zal ongetwijfeld worden nagekeken door Bakkeli. Voorlopig is Van der Marel, maar weer is de ultieme local hero. Dit duurt niet al 4 minuten. En we hebben nog geen eindoordeel. Nu wel. Hens. Doelpunt gaat niet door. En Jansen lijkt het eigenlijk wel te hebben geweten. En je hebt altijd de hoop dat je ermee wegkomt. En incasseert Utrecht een nieuwe teleurstelling. Want luister maar, zo wordt de 1-1 tegen Fortuna natuurlijk ervaren. Niet gewonnen van RKC, niet gewonnen van Fortuna Sittard. Utrecht moddert in deze fase van de competitie richting de play-offs eigenlijk voort. Het krijgt het elftal maar niet aan het voetballen.